Hoi, ik ben Julie. Ik ben een improvement engineer op de Krakers in Douw-Terneuzen. Ik werk ongeveer 2,5 jaar op Douw en mijn job bestaat voornamelijk uit het verbeteren van de productieprocessen van de krakers en de betrouwbaarheid ervan, door middel van projecten. Hoi, ik ben Bart. Ik ben productie-engineer bij Douw. Ik werk daar nu ongeveer 3 jaar en samen met mijn collega's van de LHC proberen we zo betrouwbaar en veilig mogelijk onze producten te leveren aan onze klanten. Bij ons op Douw-Terneuzen wordt er soms gefakkeld. Dit kan gepaard gaan met een fel brommend geluid en een oranje gloed in de lucht. Met behulp van dit filmpje leggen wij jullie graag uit hoe en waarom we dit doen. Maar eerst vertellen we je meer over Douw-Terneuzen en onze productieprocessen. Douw is een chemisch bedrijf met fabrieken over de hele wereld. Douw-Terneuzen is de op één na grootste productielocatie. We maken er plastics en chemicaliën die de hele wereld overgaan. Op onze krakers worden tal van basisbouwstenen geproduceerd die we gebruiken in tal van plastic producten in onze dagdagelijkse omgeving. Denk hierbij aan autobumpers, tv's, smartphones, voedselverpakkingen, coatings en nog zoveel meer. Op de site in Terneuzen staan tal van fabrieken waar deze chemicaliën en plastics geproduceerd worden, bewerkt worden en opgeslagen worden. Plastics en chemicaliën worden verkregen uit de grondstof nafta. Nafta is een bijproduct van de olieraffinaderijen en die verwerken wij op Douw-Terneuzen via het stoomkraakproces. We hebben 3 stoomkrakers en die noemen wij LHC 1, 2 en 3. Stoomkraken is het proces waarbij nafta onder hoge temperaturen met behulp van stoom wordt omgezet in kleinere bouwstenen. Die bouwstenen zijn onder meer ethyleen, propyleen, butadien en benzeen. Dit zijn de grondstoffen waarmee we plastics en chemicaliën maken in onze andere fabrieken. In Douw-Terneuzen zijn 3 krakercomplexen die het hart vormen voor alle aanwezige productieafdelingen. Elke kraker is uitgerust met een fakkel. Dit zijn grote stalen schoorstenen van zo'n 90 meter hoog met in de top een brander. Deze fakkels staan op een veilige afstand van de krakers en andere fabrieken op het terrein en vormen een belangrijk onderdeel van het veiligheidssysteem van de krakers. Ook een aantal andere fabrieken en installaties zijn aangesloten op een fakkel. In ons productieproces kan het nodig zijn om te fakkelen. Bijvoorbeeld tijdens procesverstoringen, tijdens onderhoudswerkzaamheden of het stilleggen of opnieuw opstarten van een fabriek. Mengsels van gas en lucht worden naar de fakkel geleid en daar op een gecontroleerde manier verbrand. Bij volledige verbranding wordt meer dan 99% van de gassen verbrand. Het restant wat overblijft, koolstofdioxide en waterdamp, komen hoog in de atmosfeer terecht. Zo wordt de uitstoot van gassen tot een minimum beperkt. En zo heeft de omgeving er zo min mogelijk last van. Bij Douw werken we 24/7, dus de fakkel staat altijd stand-by. Zo kunnen we hem direct gebruiken als het nodig is. Deze afspraak is ook vastgelegd in onze milieuvergunning. We beperken het fakkelen tot een minimum, ook om de overlast voor onze omgeving en het milieu tot een minimum te beperken. Het is belangrijk dat de fakkel stand-by staat. Er zijn 2 mogelijkheden van vlammen die je kan onderscheiden. Een kleinere waakvlam, zoals je hier achter mij ziet, of een grotere vlam. Bij normale werkzaamheden is er een kleine waakvlam zichtbaar. Hierbij worden een minimale hoeveelheid aan gassen verbrand. Dit is wat je kan zien en horen. Je kan de waakvlam zien aan de top van de fakkel. Er is nauwelijks geluid hoorbaar en deze gaat zeker niet voorbij de grenzen van onze site. En er is nauwelijks rookontwikkeling. We willen ervoor zorgen dat de verbranding zo volledig mogelijk plaatsvindt en dat doen we door het bijmengen van stoom. Op deze manier zorgen we ervoor dat bijna alle brandbare stoffen worden omgezet in koolstofdioxide en waterdamp. Vooral bij plotselinge, grotere verstoringen kan het even duren voordat volledige verbranding bereikt wordt. Dan kan er in eerste instantie een beetje roet zichtbaar zijn bij het fakkelen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kun je behalve de vlam zelf een felle oranje gloed zien. Je kunt ook rook zien bij de fakkel, omdat het een natuurlijk bijproduct is van de verbranding. Je kan ook een typisch brommend geluid horen. Dit wordt veroorzaakt door gassen die op hoge snelheid worden gemengd met stoom en lucht. De fakkel maakt intrinsiek deel uit van de veiligheidssystemen van onze krakers. Op deze manier kunnen we de collega's en de omliggende fabrieken beschermen bij opstartactiviteiten en het stilleggen van onze kraker. Wil je meer weten? Kijk dan verder op onze website.